komen. Echt? Hallo, hallo mensen. Het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik film met een camera. Ja, ja. Ferdy zegt dat hij mijn camera niet gefixt heeft. Maar hij lag gefixt en al. In mijn kast. Dus ik weet niet hoe het komt. Ik weet niet wie wat heeft gedaan. Maar mijn camera doet het weer. Ik ben aan het werk. Ik heb even pauze. Een half uurtje. Ik heb even een sapje. Wat voor sapje heb ik? Aardbei bananensmoothie. En ik moet even wat eten. Even een proteïnebar of zo. En Ferdy en de meisjes zijn weg. Ik heb hier helemaal geen zin in. Ferdy en de meisjes zijn weg. Want die moet naar de kapper. Want ze hebben morgen een bruiloft. Dus zin in. Ik moet werken tot 8 uur. Geen zin in. Ja, dus welkom bij die vlog. Twee met mijn haar. Ik ben zo blij met mijn haar. Ik zit de hele dag zo eraan. Want ik moet het eigenlijk wassen, maar ik ga het morgen wassen. Ja, ik ga even werken en dan zie ik jullie daarna wel. Want dan ga ik lekker even eten maken voor mezelf, van de keto alleen. Oké jongens, Ferdy en ik moeten een zelftest doen. Dat we mogen. Deze hoe het moet. Ja, ik heb dit nog nooit gedaan. Ja, volgens mij dat moet je in je neus doen en in je keel en dan... Dat is een stokje. Je moet een swap doen. Toch? Ja, een swap van je neus. Oké, we gaan eerst lezen hoor. Ik weet het ook niet. Oké, jongens, we hebben het gelezen. Zo. Het staafje in de neus. Beide kanten. Oh, ik vind het zo vervelend. Moet het echt zo ver? Ja, en dan draaien. Dat moet ook, hè? Ja. Ralf en Niek hebben dat ook gedaan. Oké, en dan? Ja, 30 seconden ronddraaien. Hierin? Ja. Oh, ik heb helemaal tranen in mijn ogen. Dat was bij Ralf en Niek. Dat ga ik echt één keer doen. Ik doe dit nooit weer. Maar het moet ook nog één keer doen. Nee, dit niet. Draai het wattenstaafje 5 keer rond terwijl je de zijkant van het buisje knijpt. Nou. Oké, okay, dan moet je in het buisje knijpen en dan... Oké, en dan moet hij dicht. Oh, dat is echt niet fijn. En dan moet je die cassetten pakken. En als die negatief is. Oh god. 4 druppels van de oplossing in een monsteropening. Dat is deze bij de S. Oh, jij hebt al. Oké, okay, jongens. 1, 2, 3, 4. Oké, okay, en dan? Een kwartier pas. Waar staat er dan dat het negatief is of niet? Wat bedoel? Ja. Kijk. Dat is toch gewoon het schermpje? Goedemorgen jongens. Het is 7:00. Ik ben net opgestaan. Ik heb water gedronken en ik ga nu sporten. We hebben vandaag een hele drukke dag, want mijn schoonmoeder gaat trouwen vandaag. En iedereen komt zeg maar hier, los van de bruid, die wordt ergens anders opgemaakt. Maar mijn schoonbroer komt hier, mijn schoonouders, iedereen komt hier. En iedereen komt vroeg, dus ik dacht, ik ga alvast sporten. Toen ben ik alvast klaar voor de dag. Ik heb net even ontbeten en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Ik ga even snel douchen. Ik wou nog mijn haar wassen, maar toen dacht ik nee, het is mooier als ik
ga nog even mijn bed opmaken. Als ik gewoon een beetje, want ik ga mijn haar stylen en dan een beetje lekker wild. Dus dat is mooi, hè. Oef, ik heb te veel gegeten. Had ik niet moeten doen. Jongens, het is zondag, the day after the wedding. We zijn allemaal moe en brak, maar we hebben het wel heel leuk gehad. Ons huis puin ook van gisteren, van het glas en alles. Dus ja, brak. Ik ga sporten, boodschapjes doen, auto bier wegbrengen. Dat moest ik vandaag allemaal doen. Nu denk ik, oh, ik had liever lui willen zijn, maar... Oh, kijk dan, al die popcorn liggen op de grond. Mies! Goedemorgen jongens, het is maandag en ik heb last van mijn rug. Maar dat komt omdat ik gisteravond in de tuin heb gelegen, best wel lang nog. En ik lag niet goed. Wat zei je? Pantoffels? Nee, ga maar die kant liever. Je hebt geen pyjama en geen kleren. Dus vandaar dat ik een beetje last van mijn rug heb. Oh, ik ben helemaal onscherp. Ik ga even ontbijt maken voor de kinderen. Mies gaat naar school. Ik moet werken. Nou, hallo. Hallo, hallo. Ja, ik moet werken. Mies naar school. Nou, ik ben op vakantie natuurlijk. Ik ben ook aan het werk. Au. Hey jongens, ik dacht ik ga jullie even wat vertellen wat ik ga doen. Ik ben namelijk precies over 80 dagen jarig. Word ik 34. En ik heb al steeds een beetje in mijn hoofd gehad dat ik zei, weet je wat, als ik 34 ben wil ik in de beste shape zijn ever die ik ooit heb gehad. Ook toen ik 16 was, 18 was. Toen ik blokjes op mijn buik had, toen ik paaldansen deed. Ik wil gewoon als ik 34 ben, dat ik gewoon zonder spanks aan, gewoon in een bikini, gewoon fit ben. Dus ik lag gisteravond op bed, veel te laat, na te denken over mijn leven. Toen dacht ik, weet je wat, ik moet het anders gaan doen. Ik ga het anders doen. We gaan weer op tijd slapen, op tijd opstaan, sporten. Nou, sporten ben ik weer bezig. Maar ik dacht, ik ga jullie daar ook in meenemen. Want ik ben natuurlijk de laatste tijd een beetje raar geweest met het editen en dat soort dingen. Dat het niet op tijd kwam. Dus ik dacht, ik heb een soort plan voor mezelf gemaakt. En die ga ik even met jullie delen. En dan ga ik jullie gewoon elke week in meenemen. Ik heb het even opgeschreven. Zo, hier heb ik het. En ik ga jullie even vertellen wat ik ga doen. Dus op 14 oktober ben ik jarig, ben ik 34. Wat zijn mijn doelen? Ik wil 5 kilo vet afvallen. Dus niet 5 kilo afvallen, 5 kilo vet afvallen. Dat ik lekker slim ben, dat ik fit ben, dat ik een platte buik heb. Dat vind ik heel belangrijk. Ik ga, misschien is het een beetje te veel. Ik twijfel er nog, maar op zich red ik het wel. Ik ga 6 keer per week sporten. Zondag is mijn rustdag, ga ik niks doen. Elke dag om 5 uur opstaan, elke dag rond 8:30 naar bed. Ik heb de Fit app van Tammy Hambrew. En daar ga ik alles mee doen. Elke dag gezond eten. Sorry, mijn kaart was even vol. Dus ik ging oude beelden weghalen en dus knik ik mezelf met lang haar. Heel gek. In ieder geval, wat zei ik? Elke dag gezond eten, 10.000 stappen. Weet je, ik ga jullie elke dag of elke week meenemen in bijvoorbeeld recepten die ik. Gezonde recepten die ik van Tammy heb. Ik ga niet alles letterlijk laten zien en klakkeloos overnemen, want ik betaal voor die app, weet je. Zij verdient er geld aan. Het is wel een ding, weet je. Dus ik ga jullie wel gewoon laten zien bepaalde recepten en zo die je online ook gewoon kan vinden. Ik neem jullie mee naar de gym. Ga ik jullie proberen zo goed mogelijk te laten zien wat ik doe. Ik laat mijn progress een beetje zien. En ja, gewoon even tips en dingen die mij helpen. Want ik ben... Nee, dat staat voor geen meter. Ik vind het clipje zo leuk, maar hij staat maar gewoon niet. Ik ben volwassen. Later. Nee. Ja, ik moet gewoon... ja, we gaan even wat meer structuur erin doen. Even iets beter. Dus, daar ga ik jullie in meenemen.
Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Voor nu ga ik zo even weer werken, want ik heb nu even pauze. Even een kwartiertje. Ik heb vandaag maar een half dagje wat ik moet werken, dus dat is wel lekker. Voor nu ga ik even koffie maken. Oké, het is tijd voor lunch. Ik heb een beetje aardappelsalade wat ik ga eten. Ik neem een rijstwafel met hummus. En ik ga een eitje maken met pesto. Net als hoe je dat bij TikTok ziet. Dus ik ben benieuwd of dat een beetje lekker is. Kak, ik zou het met pesto doen. Dan heb ik geen vet nodig. Oké, jongens, dit is mijn lunch uiteindelijk. Aardappelsalade, dat is gewoon deze van de Lidl. 2 rijstwafels met hummus en een pesto-eitje. Ik ben benieuwd of die lekker is. We gaan zo even proberen. Jongens, pesto-eitje. Echt lekker. Beetje pesto in de pan, ijsje erop tikken. Oh, je kan het vast aan mijn gare hoofd zien. Maar ik heb net 1 uur geslapen. Oh, wat was dat lekker. Jeetje, ik ben zo moe. Komt gewoon waarschijnlijk van het weekend en even veel dingen gedaan. Gisteren heel hard getraind en ik was nu gewoon even op. Ik ben nog steeds op. Maar dat maakt niet uit, want we hebben Red Bull. Ah, lekker. Ik ga even weer chillen op de bank. Ik heb linzensoep gemaakt, dat staat op. Nog een kwartiertje en dan komt het uit. En dan ga ik Miesje halen en dan ga ik nog even lekker... Ik wou een watermeloensalade maken. Maar ik ga eens even kijken. Pardon. Of ik dat ergens kan vinden. Watermeloen. Watermeloen. Watermeloensalade. Met feta. Ik heb alles gehaald wat ik denk wat erin moet. Ik check altijd gewoon de Albert Heijn. Watermeloen, rode ui. Heb ik niet. Verse munt heb ik wel. Zwarte olijfzandepit heb ik. En feta. Oké, alleen een rode ui niet. Maar... ga ik nu niet halen. Oké, jongens, linzensoep. Dit is de salade en volgens mij is die wel heel lekker. Ja, is echt lekker. Ja, hè? En een lekker broodje. En dan het lekkerste om bij de linzensoep te doen. Munt en peper. Wil je me afschrijven? Ja. Oké, kids liggen op bed. Ik ga zo trainen. Wow, wat gebeurt met mijn licht? Hallo, ja. Ik heb nog zo warm. Ik loop nog in mijn sport-BH. Het liefst zou ik daarin gaan sporten, maar nee, dat doe ik over 80 dagen. Hoe fijn zou het zijn als ik gewoon lekker in chille kleren kan gaan sporten en me gewoon confident voel. Want ik vind de gym echt heel fijn nu. Maar ik ben ook niet helemaal... Nou, ik moet op zich, ik kan me wel heel goed afsluiten, zeg maar, voor iedereen. Maar vandaag ben ik moe, dus ben ik wat onzekerder en zo, weet je. Bla, bla, bla. Ik ga eerst nog even heel veel water drinken. Dat heb ik te weinig gedaan. Ik heb wel veel cafeïne gehad. En ik heb mijn 10.000 stappen nog niet gehad. Oh my god, het is vet donker buiten. Oké, jongens, mijn pre-workout. Nee, post-workout, sorry. Proteïnepannenkoeken met Griekse yoghurt. Een goede middag. Let niet op alle rommel hier. Het is... 5 uur, ik heb gewerkt de hele dag. En nu gaan we lekker eten. Ik heb even eten gemaakt. I'm hungry. Dus ik ben benieuwd. Ik ben moe. En we moeten nog sporten. Ik moet nog sporten, maar ik moet thuis sporten. En ik moet nog iets van 5000 stappen zetten ofzo. Dus ik ga nog even wandelen. Ik denk dat ik eerst even ga wandelen en dan ga sporten. Of ga ik eerst sporten en dan wandelen. Ik weet het niet. Misschien eerst sporten en dan wandelen. En dan wandel ik zeg maar de spierpijn eruit of zo. Ik weet het niet. Goedemorgen jongens. Ik sta even bij het koffieapparaat. Ik ga koffie maken. Ja, leuk hè. Ik moet aan mijn telefoon. Dat moet ik nog eventjes doen. Want ik moet werken. Wat voor kleur nemen we van... Zo ligt hier eentje. Zullen we voor een sterk gaan? Paars. Ja, laten we een keer een beetje sterker doen. Ik heb vanmorgen al gewandeld, jongens. Ik vind wandelen altijd een beetje een suf iets om te zeggen. Maar het is zo lekker voor je hoofd om lekker rustig te worden. Ik
denk dat ik ook wel een beetje iets van ADD heb of zo. Ik weet het niet. Lungo. Oké, ik heb mijn koffietje gemaakt. En dit kind. Wacht even, ik ga je laten zien wat dit kind doet. Je kijkt vet blij. Kijk dan. Ze heeft mijn headphones gepakt die ik altijd op heb. Dus had ik even K3 erop gezet. Oké, ik ga naar boven. Oké, guys, ik ben aan het werk. Ik heb even pauw. Ja? Hallo? Hallo? Ja, ik ben cadeau vergeten, maar ja. Sukkel. Ik zei het ook en toen zei ik al, moet ik even nog een keer afspreken. Ja, je gaat toch op de terugweg haar ophalen? Dan breng je toch dat cadeau mee? Oh, dat kan ook. Oh, slimbo. Ik kom net beneden en ik zie het cadeau liggen hier. Ik woon net mijn huis, begon het te regenen. Oh shit, het regent. Volgens mij regent het wel niet meer. Nou, ik zie de ramen nog. Maar jij hebt was nog buiten, toch? Oh ja, jouw truitje hangt buiten. Ja, het is nou alweer droog. Ja, het is alweer droog. Sukkel. Oké, doei. Doei. Nou, Ferry heeft het cadeautje vergeten. Ilan is na een kinderfeestje en hij heeft het cadeautje vergeten. Dat is typisch, hè? Moeders die doen dat soort dingen. Bam, bam, bam. Zijn een keer zijn kinderen een kinderfeestje brengen. Ah, ah, ah. Maar wat ik zei, ik ben aan het werk, maar ik heb zo'n honger. Dus ik ga heel even iets te eten. Heb ik nog crackers of zo? Ik heb als lunch heb ik trouwens linssoep gehad en een handje amandelen. En daarna had ik nog steeds honger. Heb ik een... dingen gehad, hoe heet dat? Een proteïnebar. Maar ik werd er misselijk van. En ik dacht, oké, nee, dit is niet mijn ding. Het was één of twee keer, maar daarna niet meer. En ja, weet je wat? We gaan dit cadeautje, want we hebben het cadeautje gewoon hier liggen. Even ergens zetten. Ik moest even de moeder van het vriendinnetje een berichtje sturen. Want anders is het zo lullig. Ja, ik weet, die kinderen gaan naar Monkey Town en die zijn helemaal happy de peppy. Maar het is gewoon lullig dat ze... Ilana nu het cadeautje mee heeft. Ik ga even crackertjes eten. Waarom laten mensen in mijn huis dit soort dingen openstaan? Dit zijn van die meepalbakjes die ervoor zorgen dat alles luchtdicht blijft. Zoals dit soort dingen. Maar dan staat het open. Mijn huishouden is helemaal raar. Er helemaal alle kanten op. Heb ik kaas? Alsjeblieft, zeg dat ik kaas heb. Zeg dat ik kaas heb. Zeg dat ik kaas heb. Ik heb geen kaas. Het is tijd om kinderen te baden. Te douchen. Au. Maar, ik heb al één. Wat heb ik gedaan vandaag? Wow, het licht is blauw. Kleding uitgezocht. 2 zakken vol. Van mij en van de kindjes. Verder niet. Ik moet dat zelf even doen. Dus ik ben lekker bezig geweest. Alles even leeg. Nice. Ik moet heel even... volgens mij ben ik morgen vrij. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zit in Ilayla haar kamertje. En ik dacht, ik laat jullie even zien. Ik had voor mezelf... Ik had voor mezelf een hele fijne olie gekocht bij Rituals. De Ritual of Ayurveda. Maar die gebruik ik nu alleen maar voor de meisjes eigenlijk. Dus die is heel lekker. Daar smeer ik ze altijd mee in als ze hebben gedoucht. En voor hun haar gebruik ik Not Having It van On Jackie's. Speciaal voor... Oh, dit staat speciaal voor kids. Dat wist ik helemaal niet. Ik had het ook voor mezelf gekocht. Oh, wat grappig. Oké, maar die gebruik ik dus. Ik had het eigenlijk voor mezelf gehaald. Maar geeft niks. Oh ja. En we gebruiken borstels van... Deze zijn van Tangle Teaser. Die gebruiken we allemaal. De roze. Die heb ik bij... Dus ja, maar dit noemen we inderdaad snoepjescreme. Maar nu snap ik waarom het ruikt naar snoepjescreme, want het is voor kinderen. Er zit kokosolie in, shea butter, extra virgin olive oil. Daarom ruikt hij zo lekker. Mm.